De Surinaamse Bank heeft de eerste helft van dit jaar met een fors verlies afgesloten. Dit negatieve resultaat is vooral toe te schrijven aan de toegenomen kredietvoorzieningen. Vanwege het negatieve resultaat over het eerste half jaar heeft de Bank aan haar aandeelhouders voorgesteld om geen dividend uit te keren. Dit voorstel is door de Raad van Commissarissen van de Bank bekrachtigd de algemeen directeur van de Surinaamse bank Sigmund Proeven zegt dat dit verlies niet te wijten is aan de inzet van de bankmedewerkers, maar aan het klimaat waarin er nu gebankeerd moet worden. We hebben van ons bedrijfsresultaat en dat was dus nog positief, hebben we toch op kredieten die moeilijk lopen en kredieten zowel in de particuliere, bedrijfsmatige sfeer maar ook kredieten in de particuliere consumptiesfeer, persoonlijke kredieten, hebben we voorzieningen moeten treffen. Uh, bankieren vandaag, en dat is internationaal zo, betekent dat als je merkt dat een krediet moeilijk loopt, de aflossingen komen niet op tijd binnen, dat je daarvoor voorzieningen moet treffen. En dat heeft gemaakt dat we dus uh, een slecht half jaar hebben gehad. Maar welke voorzieningen heeft u getroffen? Een voorziening betekent dat als je een krediet hebt van 100 en je merkt dat het krediet. Moeilijk begint te lopen, dat je een deel van dat bedrag begint te reserveren. Mocht het verkeerd lopen, dat je niet het geheel verliest op dat moment ten laste van het resultaat, bent. je begint het te voorzien. Het is geen weggegooid geld, want je blijft met die klanten werken. Het betekent soms dat je klanten, en dat doen we dus consequent ook, meer tijd moet gunnen om af te lossen. Als het was vijf jaar, maar een klant kan het wel aflossen in acht jaar, dan doen we dat. Pas wanneer het echt niet anders kan, dan eindig je met een veling. Uh, maar het is natuurlijk het laatste middel waar je als bank naar uitkijkt. Proeven geeft verder aan dat het begrijpelijk is dat zowel ondernemers als particulieren hun schulden niet kunnen aflossen. We zitten namelijk met een inflatiecijfer van 77% voor dit jaar. Een wisselkoers die haast verdubbeld is terwijl de salarissen en inkomsten op hetzelfde niveau zijn gebleven, zegt de bankdirecteur. De meeste salarisverhogingen zijn vrij gematigd geweest. Wat dat betreft vind ik het gepast om ook de vakbeweging dus een compliment te maken. Men heeft niet à la toegepast, maar het betekent wel dat daardoor de koopkracht is verminderd. En dat merk je duidelijk in de aflossingsmogelijkheden van mensen. Vorig jaar zijn we met een, matig, uh, met een matige winst geëindigd. Nogmaals, dit is een halfjaarscijfer ja, half En wat we dus nu doen, is alle zeilen bijzetten om in het tweede half van dit jaar, we zitten nu al in het laatste kwartaal, ervoor te zorgen dat we dat uh, verlies op zijn minst kunnen compenseren. Ik reken niet op hele exorbitante winsten, dat zeg ik bij voorbaat. Maar we willen wel eindigen met een, als het kan, een gering winstcijfer. Mm. Maar in elk geval veel minder verlies. Sigmund Proeve, algemeen directeur van de DSB Bank. Hij was vandaag de gast in het ATV-programma in gesprek met.